Goedemorgen allemaal. Welkom bij de najaarsconferentie 2017. Groot gezelschap, goed om te zien. 35 jaar en nu. Als je deze toen 12-jarige puber 35 jaar geleden had gezegd, je maakt nu deel uit van NLUG, had ik je waarschijnlijk erg wazig aangekeken van NLUG. Eén, waar staat dat voor? Unix, wat is dat? Computers. Wat zijn dat? 12 jaar. Lang zat terug. Eerste computer was een paar jaar later een Commodore 64. En ergens rond mijn 18e kwam ik erachter wat Unix was. Sunsparkjes, Nijmegen. Iets met een informatica-studie. 35 jaar en nu. Het is goed om te zien dat we hier een heel gemêleerd gezelschap hebben. Mensen van het eerste uur. Mensen die bij de oprichting van NLUG betrokken zijn geweest toen dat tijd. Een hoop bekende gezichten, een hoop nieuwe gezichten. Oud en jong door elkaar, quote quote oud, dat niet iedereen zich gelijk aangesproken voelt. Maar waar NLUG dreigde te vergrijzen over de laatste paar jaar, constateer ik dat we er toch nu ook een hele hoop jongere leden bij hebben. Enige wat me nog een heel klein beetje tegenvalt, maar goed, dat zal wel iets met techniek te maken hebben, is dat het heel veel mannen zijn en heel weinig vrouwen. Helaas, daar moeten we nog iets aan doen, geloof ik, in deze beroepsgroep. 35 jaar NLUG. Een groep van techneuten voor techneuten. Unix user groep. We waren het technisch geweten in de Unix-wereld van en voor techneuten. Lekker in de techniek, sessies diepgaand op de techniek. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Al die jaren techneuten, voor techneuten, in de professionele werkomgeving. Een gemêleerd gezelschap van bedrijven aanwezig, mensen van bedrijven aanwezig, sponsoren uit de technische wereld. Daar waar andere verenigingen, ik denk aan iets als NGI, gefuseerd zijn en misschien wel enigszins hun identiteit zijn kwijtgeraakt, constateer ik dat NLUG na 35 jaar NLUG is en dat wij nog steeds die lekkere techneutenclub zijn, van techneuten, voor techneuten, goede sessies met elkaar, leuke discussies. Ja, er zijn dingen veranderd, maar dat is inherent. In het verleden hadden we een professionele in dienst zijnde ondersteuning, in dienst zijnd als in loondienst daadwerkelijk. Dat is tegenwoordig niet meer, maar goed, verder hebben we nog steeds professionele ondersteuning bij van alles en nog wat. Een programmacommissie die over de jaren heen nog steeds een fantastisch programma in elkaar zet. Ik wilde vanochtend bijna roepen, dit wordt ook de 70ste conferentie. Maar ik zat me te bedenken dat dat geen waarheid zal zijn als ik dat roep. Het zullen er meer zijn dan 35, aangezien we er 2 per jaar doen. Maar we hebben er niet 2 per jaar gedaan in het verleden. Dus ik gok dat we ergens tussen de 50 en de 60 conferenties zitten sinds de oprichting. Iets in die geest. We houden het vol. We zijn nog steeds NLUG. We hebben nog steeds onze eigen identiteit. En vanuit dat kader kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, we gaan ervoor. Op naar de 50 als hele mooie mijlpaal over 15 jaar. Een aantal huishoudelijke zaken. Er is in de centrale hal ondertussen een Twitter-omgeving neergezet. Daar zie je de berichten voorbij komen. Hashtag NLUG. Dan komt het daar voorbij. En dan gaan we kijken of we vandaag met ons 35 jaar ook nog eens een keer trending kunnen worden op Twitter. Maar dan moeten we heel hard gaan twitteren met z'n allen nu. Dus ik zie ze graag voorbij komen op tempo. In het programma staat een onderdeel SHA-badges. En wat mij daarvan verteld is dat je daar onder andere het programma op kunt laten zien.
op enige wijze in een vorm van Jason. En Jos heeft dat stuk opgepakt en heeft het omgezet naar Gigety. Voor wie niet weet wat Gigety is, je kunt daar een app voor downloaden op je Android en ik gok ook iPhone ongetwijfeld. Nee? Oh, helaas, alleen Android. En als je dan in Gigety gaat zoeken naar NLUG, ga je het programma zoals ook hier op papier staat tegenkomen. En dan heb je je programma netjes online in de Gigety app. Een proefje voortvloeiend uit het feit dat we met SHA-batches een programma onderdeel hebben. En dat sloot lekker op elkaar aan. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, voor zover mensen het willen gaan gebruiken. We hebben heel veel in de Rehorse gezeten. Op een gegeven moment hebben we de Rehorse verlaten, zijn we naar deze locatie gegaan, Postiljon Hotel. En dit is de laatste keer Postiljon Hotel. We hebben gemerkt dat we enigszins uit ons jasje groeien hier qua aantal mensen wat in de ruimtes past, qua beschikbare ruimtes in verband met andere partijen. Sorry? Met andere partijen die ook hier conferenties en dergelijke hebben. Dus ja, een echte wijziging. We gaan het Postiljon verlaten en we gaan naar het Van der Valk Hotel langs de Ring Zuid in A12. Schuin tegenover het hele grote gebouw van Rijkswaterstaat daar, aan de andere kant van de snelweg. Vanaf daar worden de volgende conferenties gehouden in het voorjaar 2018. Uiteraard gaan we dit ter voorkoming van automatische piloten naar het Postiljon Hotel meermaals aankondigen de komende half jaar. Maar bij deze Van der Valk Hotel langs de A12 in Utrecht. Eén verzoekje aan een ieder als we dadelijk met de sessies gaan beginnen. Willen jullie allemaal de telefoons en andere piepende en krakende apparaten het zwijgen opleggen in enige vorm, zodat we ze niet meer gaan horen. Dankjewel. Dan heb ik een vraag van organisatorische aard, met name in het kader van past het in de zaal of niet. Ik zie graag even de handen omhoog van de mensen die dadelijk naar Can You Escape, de workshop van Zakenblok gaan. Mag ik daar handen voor zien? Oké, dan weet ik genoeg. Dat gaat passen in de zaal zoals we hem nu bedacht hebben. Dankjewel. Zoals ik net al aangaf, we hebben een gemêleerd gezelschap hier zitten. Inclusief oprichters van NLUG. En ik ga nu Teus Hage aankondigen als zijnde een van de oprichters, mede-oprichters van NLUG. Unix-goeroe, al voordat NLUG bestond, internet-goeroe. Meerdere awards gekregen voor werkzaamheden, ook meegeholpen binnen NLUG aan het opzetten van de NLUG Award. Hij heeft ergens in zijn kledingkast gezocht naar het Unix en NLUG archief en hier buiten een behoorlijke waslijn opgehangen aan memorabilia van 35 jaar, misschien wel meer. Ik heb niet gekeken naar alle datums die erop stonden aan Unix en NLUG en andere gerelateerde gadgets, vooral in die tijd shirts en tassen en dergelijke. Dankjewel, het ziet er leuk uit. Het geeft okay. Een idee wat we hebben gedaan. En Teus, 35 tinten. Grijs? Ja, dat kan je nou zien.